Welkom bij de steek van deze maand. Deze maand gaan we breien en we gaan wel mozaïek breien. Bij het breien in mozaïek brei je iedere keer een toer heen en terug in dezelfde kleur. En na die heen en terug toer wissel je naar de volgende toer. En je breidt alleen maar recht. Wat de truc is bij mozaïek breien is dat je sommige steken niet breidt, maar meeneemt over een andere kleur heen. Je ziet het hier wel een beetje. We gaan gewoon beginnen en ik neem jullie mee. En je zult zien dat het veel makkelijker is dan dat het nu lijkt. Ik begin met het opzetten van in dit geval 17 steekjes. Ik zet zelf bij voorkeur op met de lange draad opzetmethode. Maar dat is natuurlijk je eigen keus, wat je zelf het prettigste vindt. Wat ik al zei, we breien alleen maar recht. En ik brei nu dus gewoon één toer recht terug. Waarbij ik alle steken gewoon recht brei. Dan heb ik één toer recht gebreid. In mijn proeflapje heb ik nog een extra toer gedaan. Maar we gaan nu gewoon beginnen met het toevoegen van de tweede kleur. Ik heb hier een klein patroontje voor me liggen. Dat is in dit proeflapje meerdere keren herhaald. Zowel in de breedte als in de hoogte. Je leest het als volgt. Het donkere blokje is in dit geval donkere kleur. En de witte blokjes zijn de lichtere kleur. Afhankelijk van de kleur waarmee je breidt, brei je een steek wel of niet. We gaan nu beginnen met de lichte kleur. En dan breien we ook alleen de lichte blokjes. De donkere slaan we niet echt over, maar die nemen we gewoon mee op de naald. We breien ze niet, maar we doen alsof we ze averechts zouden gaan breien. Dus we nemen hem zo over. En we breien hem verder niet. Dan ligt mijn draad aan de verkeerde kant. Dan doe je de draad naar achter en je pakt je tweede kleur erbij. En daarmee brei je in dit geval 3 steken recht. Dan staat er in mijn patroon weer een blokje, een donker blokje. Die moet ik dus niet met wit breien. Maar die haal ik weer over, alsof ik hem averechts zou breien. En ik zet hem alleen maar over op de andere kant van de naald, op de andere naald. En daarna brei ik 7 blokjes wit. Dan kom ik weer bij een donkere. Dat betekent dat ik die niet brei, maar op de andere naald zet, averechts afhalen en ik neem hem gewoon zo mee over. En dan komt er nog één blokje wit. Nou komt hier een donker randje achter, dus ik neem deze even zo mee over
En ik brei nu door tot het einde van de toer. Maar dan hebben we in ieder geval het hele patroontje er in de breedte één keer op staan. Dus de eerste steek in een patroon hebben we niet gebreid, maar overgenomen in de donkere kleur. Dan hebben we de 3 gebreid, 1 overgenomen, 7 gebreid, 1 overgenomen, 1 gebreid en 1 overgenomen. De andere kant brei je de steken zoals ze zich voordoen. Het enige waar je even op moet letten is als je de steek die we overslaan, dus niet breien, dat je dan even de draad naar je toe haalt alsof je hem averechts zou afhalen. Dus we breien de steken in de kleur waarmee we aan het breien zijn, breien we recht. Dan komen we weer bij een steek die we niet gaan breien. We halen de draad even naar ons toe en we doen alsof we hem averechts afhalen. Dan breien we weer 7 steken. Dan komen we weer bij de steek die we niet breien deze toer. Dus die halen we zo over. En zo hebben we de eerste 2 toeren in de witte kleur. Nu gaan we weer terug naar de andere kleur. Het voordeel van deze manier is dat je, omdat je iedere keer heen en terug breidt, niet met allerlei afwerkdraadjes zit, maar dat je gewoon na de toer van kleur kunt wisselen. Ik draai hem altijd even om de andere kleur heen. En dan gaan we nu breien het patroon, maar dan met de donkere steken. Dat betekent dat we de eerste steek breien we in de kleur. En dan zie ik 1 wit blokje hier in het patroon. Het is altijd makkelijk om te zien waar je gebleven bent. Krijg je 1 wit blokje. Die breien we dus niet deze toer, want we zijn met roze aan het breien. Die halen we weer over alsof we hem averechts zouden breien. En daarna zie ik 3 keer een donker blokje. 1, 2, 3. Dan zie ik een wit blokje, die slaan we deze toer over. Dus die haal ik af alsof ik hem averechts zou breien. 1 blokje in de kleur waar ik nu mee bezig ben. Een wit blokje, die slaan we weer over. 1 blokje in de kleur waar we mee bezig zijn. Een wit blokje, dus die slaan we weer over. 1 in de kleur waar we mee bezig zijn. Een wit blokje, dus die slaan we over. En in dit geval brei ik door tot het eind. En nu zie je dat het overeenkomt met de blokjes die hier staan. 1 donker, 1 wit, die hebben we niet gebreid. 3 keer donker, die hebben we recht gebreid. 1 keer licht, die hebben we gewoon overgenomen. 1 keer gebreid, 1 keer afgehaald, 1 keer gebreid, 1 keer afgehaald, 1 keer gebreid en 1 keer afgehaald. En op de terugweg breien we weer alle steken in de kleur zoals ze zich voordoen. Waarbij je er even op moet letten dat de steken die je niet hoeft te breien deze toer, je afhaalt met de draad naar je toe.
Dan zijn we weer aangekomen bij de laatste die we niet gaan breien. Dus het draad naar je toe, afhalen en de laatste steek van de toer. En zo zie je heel langzaam een patroontje ontstaan. Iedere rij blokjes staat dan ook voor twee toeren die je breidt, zowel de heen- als de terugtoer. In de volgende toer gaan we weer met wit. Dus in dit geval slaan we de donkere blokjes over en breien we de witte. Dus de donkere slaan we over, halen we averecht af. Dan breien we één witte. Dan slaan we een donkere over. En dan breien we vijf witte. Dan halen we er weer eentje af. En we breien nog weer vijf witte. Hier komt één donker aan het eind en de laatste twee. Om de toer af te maken, brei ik even in het wit. Dat is buiten het patroontje om wat hier ligt. En op de teruggaande toer breien we de steken weer gewoon zoals ze zich voordoen. En let erop dat als je een steek niet breidt, dat je dat doet met de draad naar je toe. Nou, we hebben net met de lichte kleur gebreid, dus we gaan nu weer met het donkere verder. En dat doen we weer zoals de blokjes zich voordoen. Dus we breien er drie recht, we slaan er één over, we breien er één recht, we slaan er één over, vijf recht, één overslaan, één recht en één overslaan. Hier komt de witte, die hoeven we niet te breien. Weer een wit vlakje, dus die breien we niet, die halen we over. Een donker vakje, een licht vakje en de laatste buiten het patroon breien we even door. Zo zie je dat de steken die we niet breien maar overhalen,
gaan die hiermee over de kleur heen vallen en dan lijkt het net alsof het doorloopt. En zo zie je een patroon ontstaan van rechten naast elkaar met een verbinding en eigenlijk een lange rechte naar de kleur die erboven zit. En zo krijg je vormpjes in je breiwerk. Dit was de mozaïeksteek die we deze week hebben gebreid. Je kunt hier hele leuke dingen mee doen. Je kunt er babydekentjes mee breien. Dan zou ik kiezen voor een wat soepeler garen. Je kunt er bijvoorbeeld ook hele leuke onderzetters of placemats of wat dan ook mee doen. Dan zou ik kiezen voor meer een katoenachtig garen. Er zijn echt hele leuke ideeën om te gaan mozaïek breien. Ik wens jullie heel veel plezier.